Veiligheid is geen groot punt van zorg, want de criminaliteit daalt al jaren. Veiligheid is wel degelijk een groot punt van zorg en de Nijmegenaren laten dat ook zien in de monitoring, in de onderzoeken die de gemeente Nijmegen zelf doet. In de vorige stadsmonitor, die ook op de website van de gemeente Nijmegen is te vinden, staat opnieuw dat veiligheid voor veel Nijmegenaren een belangrijk issue is. En de VVD vindt dus dat er in veiligheid geïnvesteerd moet blijven worden. We zien te veel dat er woninginbraken zijn, we zien te veel straatroven, we zien te veel geweldsmisdrijven. Daar moeten we echt iets aan doen. Dus de VVD zegt meer agenten in de wijken en camera's ophangen waar nodig. Het overhemelen van zorgtaken, zoals het AWBZ en het WMO, naar de gemeente brengt een enorm kwaliteitsverlies met zich mee. Nee, dat ben ik het niet mee eens. Het overhevelen van zorgtaken van de Rijksoverheid naar de gemeente, decentralisatie heet dat met een mooi woord, is eigenlijk heel erg goed. Want wat we doen is het centraliseren van een aantal zorgtaken bij de gemeente. De gemeente zit veel dichter op de mensen waar het om gaat. De gemeente kan veel beter kijken wat heeft wie nou precies nodig. En dat is ook wat we moeten gaan doen. De gemeente moet gaan doen wat nodig is, ook op het terrein van de zorg. Zorg leveren waar nodig. En stoppen met het pamperen van mensen, stoppen met het niet goed kijken wat iemand zelf kan. Dus doen wat nodig is, ook in de zorg. Ondernemer zijn betekent dat je een risico aangaat. Als de gemeente ondernemers koestert, hoeft dat nog niet te betekenen dat je als ondernemer privileges tegemoet mag zien. Ja, dat is een beetje een dubbele stelling. De gemeente moet ondernemers inderdaad koesteren. De gemeente moet ervoor zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen. Dus minder regels, want minder regels leidt ook tot meer banen. En ja, ondernemen betekent risico nemen. En dat risico hoort ook voor de volle 100% bij die ondernemer te liggen. Maar nee, de gemeente moet het een ondernemer niet moeilijker maken. Niet moeilijker maken dan het nu al in deze crisistijden is. Geef ondernemers de ruimte, zodat ze kunnen ondernemen, zodat ze meer omzet kunnen draaien. Als ondernemers meer omzet kunnen draaien, dan is er ook weer een groei van de werkgelegenheid. En daar gaat het uiteindelijk om. We hebben in Nijmegen meer werk nodig. De VVD wil daar ook werk van maken. 10.000 extra banen in Nijmegen, door ondernemers de ruimte te geven, door regels te schrappen, door de lasten te verlagen voor ondernemers. Want dan ontstaat er weer extra werkgelegenheid en die werkgelegenheid hebben we in Nijmegen hard nodig.